Zo, mevrouw, was het moeilijk? Nee, het was niet moeilijk. U wist het al lang waarop ik ging stemmen? Ja. Brabant kiest, alle stembureaus zijn open. Na een dubbele winst nu verlies voor de Tilburg Trappers. En het weer, het is een heerlijke dag, 18 graden en heel veel zon. Goedemorgen, we mogen weer stemmen. Bijna heel Brabant kiest vandaag een nieuwe gemeenteraad. Vanaf 7:30 vanochtend konden mensen hun stem uitbrengen, behalve in de gemeente Den Bosch, Os en Maasdonk. Want daar wordt vanwege gemeentelijke herindelingen pas in november gestemd. Echt storm zal er bij de meeste stembureaus vandaag niet lopen. Verwacht wordt dat minder dan de helft van de Brabanders het rode potlood vastpakt. En daarmee belooft de opkomst historisch laag te worden. We gaan naar Sambeek, gemeente Boksmeer. Daar is collega Jan Walen. Ja Jan, het ziet er vrij leeg uit achter jou. Wordt er een beetje gestemd daar? Ja, dat is toch een beetje een vertekend beeld, want hier in buurthuis De Elzenhof, daar druppelt het toch aardig binnen. En hier die stembus, daar zit toch al wel wat in. Er is hier toch al ruim 10% van de mensen in Sambeek komen stemmen. Dus ik denk dat Sambeek wel boven het landelijk gemiddelde zal komen te liggen. Ik sprak net met een paar van de kiezers. Zo, mevrouw, was het moeilijk? Nee, het was niet moeilijk. U wist het al lang waarom u ging stemmen? Ja. Zeg, u bent een beetje in de minderheid. De meerderheid van Nederland blijft thuis. Waarom gaat u wel? Dat is een goede vraag. Nee, ja, ik kom zelf uit Tsjechië. En ik dacht wel, ik woon hier al bijna 6 jaar. Dus ik dacht, ik probeer wel iets te veranderen. Nou, ik blijf zeker niet thuis. Ik vind het erg belangrijk om te gaan stemmen. Ja. Met name omdat ik ontevreden ben met het oude beleid wat de huidige regering onder andere voert en wat straks overgeheveld wordt naar de gemeente. Kijk. Dus ik hoop dat de partij waar ik op gestemd er iets aan kan doen. Ja, en wie ook kwam stemmen hier in Boksmeer, of in Sambeek moet ik zeggen, dat is de beroemdste zoon van dit dorp. De lijsttrekker van de SP bij de landelijke verkiezingen, Emiel Roemer, die was hier vanmorgen ook om aan zijn stemplicht te voldoen. Meneer Roemer, een lastige keuze, denk ik. Ja, hij was vreselijk dit keer. Ja. Heeft u op uzelf gestemd? Nee, zeker niet. Want dat had u gekund, hè? Want u bent de lijstduur hier. Ja, zeker niet. Maar ik heb alle vertrouwen in onze lijsttrekker. Ja. Wat nou als u straks met voorkeur stemmen erin komt? Gaat u dan in de raad zitten hier? Nee, ik heb van tevoren al direct gezegd, ik wil in mijn eigen woonplaats zijn. Ze moeten niet op u stemmen? Ze moeten vooral op de SP stemmen en op alle andere kandidaten. Maar ik wil graag als symbool de lijst aanduwen. Ja, Roemer heeft gestemd, Jan, bij jou in Sambeek. Daar is de opkomst best oké, zeg je. Hoe zit het in de rest van Brabant? Wat wordt daar verwacht? Ja, de verwachting is dat de opkomst beneden de 50% zal zijn. Voor het eerst in de geschiedenis. Volgens de laatste peiling zal maar 46% van de Brabanders opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is historisch laag. En politici zeggen heel vaak van dat toch wel heel erg is. Want er is... Er staat heel veel op het spel bij de gemeenteraadsverkiezingen, want de gemeenteraad heeft nog nooit zoveel taken gehad als ze nu hebben. Heel veel taken zijn van het Rijk naar de gemeente gegaan. Maar ja, kennelijk overtuigt dat veel Nederlanders en Brabanders toch niet om te komen stemmen vandaag. Dankjewel Jan Walen vanuit Sambeek.